Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Studium Generale. Fijn dat u er allemaal bent. Ik ben even nieuwsgierig. Wie van u heeft er vanavond een stukje vlees gegeten? Nou, dat is toch wel iets meer dan de helft, schat ik in. Ja, ja. Dat is goed om even in het achterhoofd te houden. Ik heb het nog eventjes opgezocht. Er leven nu 7 miljard mensen, een slordige 7 miljard mensen op deze planeet. In 2050 zouden dat er 9 miljard zijn. En ik las ook ergens dat iedere dag om op die 9 miljard uit te komen, komen er 200.000 mensen bij. Dus ik weet niet hoeveel mensen wonen tegenwoordig in Enschede. Nog net geen 200.000. Hoeveel? 160. Nou ja, 150.000, 160.000 mensen. Dus ruim een stad als Enschede per dag erbij. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel en snel als je dat even realiseert. Is het mogelijk om al die mensen te eten te geven? 9 miljard mensen in 2050 ongeveer, kan dat? Zouden al die mensen ook iedere dag biefstukken kunnen eten? Dat is natuurlijk nog een wat specifiekere vraag. Tegen welke grenzen gaan we aanlopen als we dat soort aantallen mensen moeten voeden? Dat zijn allemaal vragen die heb ik aan Wim de Vries voorgelegd. Professor Dr. Ingenieur Wim de Vries. Hij is buitengewoon hoogleraar stikstof-effectmodellering aan de Wageningen Universiteit. En die stikstof speelt natuurlijk een heel belangrijke rol bij onze voedselproductie. Kunstmest bijvoorbeeld is essentieel om op grote schaal voedsel te kunnen produceren. Hij is specialist op het gebied van voedselproductie en ook van de impact hierop op klimaat en biodiversiteit. We hebben ongeveer een uur de tijd voor de lezing. Het mag best iets langer zijn of iets korter, dat maakt niet uit. Dan hebben we om tot 9 uur de tijd. Ook nog tijd voor vragen en discussie. En ik wil graag het woord voor Wim de Vries. Ober 9 miljard biefstuk, graag. Dat is de vraag. Alsjeblieft. Ja, hartelijk dank voor deze uitnodiging ook van vanavond. Ik vond het buitengewoon aardig om dat te doen. Ik was wel even een beetje verrast. Ik zeg erbij, mijn achtergrond is eigenlijk, ik ben een bodemscheikundige. In Wageningen opgeleid. Heb daarna een promotieonderzoek gedaan op wat heette toen nog zure regen. Zure depositie. Voor wie zich dat kan herinneren, dan ging het over zwavel, maar ook over ammoniak en stikstofoxide. En die stikstof, dus aanvankelijk was mijn onderzoek vooral gericht op effecten van, in dit geval depositie, op niet-landbouwsystemen. Het ging over bossen en over natuurterreinen en vergrassing en biodiversiteitsveranderingen enzovoort. Later wat me meer gaan richten op ook, processen in de landbouw, uitspoeling van stikstof, fosfaat, ook zware metalen, noem maar op. Dus het zit vooral aan die effectenkant. Dat heeft uiteindelijk inderdaad geleid dat ik een bijzonder hoogleraarschap heb gekregen op het gebied van stikstof, effectmodellering. De voedselproductiekant is overigens een van de dingen die stikstof uiteraard ook beïnvloedt, via kunstmest. Dat is een klein deeltje van mijn werk. Ik heb collega's in Wageningen die er eigenlijk meer aan doen. Die hebben deze laatst ook een Global Food Security Congres georganiseerd. Maar goed, de combinatie van beide, nou ja, daar kan ik dan toch wel wat over zeggen. De vraag was inderdaad mij gericht, kan dat niet de titel worden? Hè? Oh, ik had er natuurlijk van gemaakt, het wereldvoedselvraagstuk en de milieuproblematiek. Maar goed, dit was meer een trekkertje. 9 miljard biefstuk graag. Ik heb er maar een ondertitel bij gezet. Kan dat? Dat was de vraag. En moet het ook? Want dat is toevallig het zijn. Het had er kunnen zijn 9 miljard appels graag. Hè? Snoepverstandig heet een appel. Maar dit zijn biefstukjes en daar kom ik toch op terug. Waarom dat? Nou, er zijn eigenlijk 3 punten waar ik op in wil gaan. Ook aan de hand van de vragen die me gesteld zijn. De eerste vraag is de voedselproductie toereikend voor de voedselvraag? En dan wil ik even ook in historisch perspectief zetten, want dat is geen vraagstuk waar we nu pas voor het eerst aan denken. En wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Daar zijn vragen ook gesteld, daar zal ik ook wat van zeggen. Stel dat we allemaal, heel de wereld, een Europees dieet zouden gaan hebben. Wat voor productie moeten we daar wel niet aan denken? En dan de volgende vraag, van hoe verhoudt zich dat met milieu- en klimaatproblemen. Moet je inderdaad denken aan biodiversiteit, klimaatverandering, maar ook allerlei verontreinigingseffecten. En zijn er grenzen aan de aarde? Nou, we spreken wel over planetary boundaries. En tenslotte, dan een beetje de toepassing, zijn er dan ook nog mogelijkheden voor een duurzame voedselvoorziening? En dan wil ik beginnen eigenlijk met meer het effect wat vanuit de maatschappij als geheel,
landbouwkundig onderzoek om de productie te verhogen, recycling, maar ook naar u persoonlijk toe, consumptie, voedselverspilling en dieetverandering. Goed, te beginnen. Dit plaatje dat geeft wel een aardige cartoon. Je zit, daar zie je, I think I can, I hope I really can. En dan zie je zo een truck met het World Food Systems tegen een enorme heuvel oprijden. Dat is wat overdreven, het gaat naar 15 miljard. Maar goed, het idee is helder. Vanaf ongeveer 1900 is er een enorme toename aan bevolking. En met de bijbehorende vraag, en zijn we in staat om dat te voeden? In historisch perspectief, waarschijnlijk hebt u, velen van u wel eens gehoord van de Malthusiaanse catastrofe. Misschien ook niet, maar Thomas Malthus was een man die leefde in de 18e eeuw. Het was een combinatie van een demograaf, een econoom en een Anglicaans predikant. Dus dat theologie kon allemaal samen en economie. En hij verwachtte dat op termijn er een catastrofe zou ontstaan, omdat hij bevolking heeft de neiging om, wat we zeggen, explosief te stijgen. 2, 4, 8, 16, hè, dus dat is geometrisch. Terwijl de voedselleverantie, als het al stijgt, hè, doordat je het areaal laat uitbreiden en misschien de productie wat verhoogt, dat zal veel langzamer gaan. Dus dat moet mislopen. Hij zei, en om die catastrofe te voorkomen moeten we moreel terughoudend zijn. En ja, hij sprak daarnaast over ondeugden. Dat vond hij dus juist dat niet moest gebeuren. Even voor de helderheid, dat noemde hij vices, ondeugden. Als je dan een jaar of 50 verder kijkt, dan komen we bij Justus von Liebig, een hoogleraar in de chemie, al reeds op 21-jarige leeftijd. Heel interessant, hè? 21 jaar in de chemie. En op een gegeven moment, toen hij een jaar of 45 was, ging hij zich bezighouden met ook het probleem van plantenvoeding en voedingsstoffen. En hij heeft de wet van Liebig bedacht of uitgevonden. En dat laat eigenlijk deze ton met duigen zien. Daar ziet u een aantal elementen, dat is niet zo goed te zien denk ik. Maar er staat N, dat is stikstof, P, calcium, fosfaat, calcium, magnesium, kalium. En, zei Liebig, de productie van een gewas die wordt bepaald door het element wat in het minimum is. Je kunt wel 6 dingen prima hebben, maar als het 7e ontbreekt, dan is dat wat het productieniveau bepaalt. En hij was een van de eerste die met een vorm van kunstmest, die dus ging kijken van als ik dat nu apart ga toedienen, hij maakte die mineralen en zag ook flinke opbrengstverhogingen. Dan kom ik op dit moment ook op het punt stikstof. Eigenlijk een van de allerbelangrijkste voedingselementen die wij nodig hebben in de hoogste hoeveelheid is stikstof. Gevolgd door fosfaat, dan komt nog calcium, magnesium, kalium enzovoort. Wat is nu het opvallende van stikstof? Dat zit niet of nauwelijks in de grond. Er zijn vrijwel geen stikstofhoudende mineralen. Als je grond neemt, er zit calcium in, neemt u maar een kalk, calciumcarbonaat of allerlei. Dat komt door verwering vrij, langzaam, en die planten nemen dat op. Maar stikstof, dat bevat de grond niet. Maar de atmosfeer bevat wel bijna 80% stikstof. En die stikstof die is eigenlijk, kom ik daar zo op, tot 1900, werd eigenlijk alleen maar via biologische stikstofbinding, bepaalde vrij levende micro-organismen, werd dat gebonden. Of wordt dat ook gebonden. Er is een bekende Beierink, Martinus Beierink, die is nog hoogleraar geweest in Wageningen. De voormalige, het heette toen nog, meen ik, agrarische school. Voorloper van de, ja, voorbeeld van de landbouwschool. En die heeft onder andere aan dit soort biologische binding gewerkt. En wat men toen ook vond, en daar ziet u een fotootje, dan moet ik even pakken, dit fotootje. Dat wist men al, dat wist men vroeger al, dat als je bijvoorbeeld bepaalde planten onderploegde, vlinderbloemige of hekklavers of erten, dat de grond dan wat ze noemden vruchtbaarder werd. Hè? En het is zo dat die bepaalde planten, die maken wat ze noemen een symbiose met die bacteriën. Die bacteriën die krijgen koolstof van de plant en die leveren stikstof aan de plant. En dat is veel meer dan die vrij levende micro-organismen. Die kunnen maar een paar kilo, maar deze kunnen 30, 40, 50 kilo per hectare. Dat was eigenlijk tot 1900 de enige wijze waarop stikstof het systeem in kwam en dus de productie mede. En nu ga ik een heel lang citaat. Er was dan ook al in 1886 heeft de heer William Crookes, een chemicus, die heeft het volgende gezegd. Engeland en all civilized nations, dat heeft hij gezegd voor een address wat hij voor de British Association on the Advancements of Science hield. Hij was chemicus. En dan zegt hij, stand in deadly peril of not having enough to eat.
precies dezelfde discussie als nu. As miles multiply, food resources dwindle. De monden die vermenigvuldigen zich, maar ja, de voorraden niet. Land is a limited quantity, met andere woorden, dat zal ik ook laten zien. Het landbouwareaal wat we hebben, dat is uiteindelijk beperkt. We kunnen de woestijnen van Australië niet bebouwen, om wat even te noemen. Het is uiteindelijk maar een beperkt deel wat je kunt doen. And the land that will grow wheat is absolutely dependent on difficult and capricious natural phenomena. Nou, capricious, net, dat denkt dat hij ook denkt aan, ja, onzekere weer. Hè? Is het nat, is het droog, ja. Denkt u maar aan ziekte en plagen. Denk maar eens aan de bekende honger met aardappelen in Ierland, waardoor het bijna ontvolkt is. En dan zegt hij, I hope to point the way out of the colossal dilemma. It's through the laboratory that starvation may ultimately be turned into plenty. En dan komt hij met het punt, the fixation of atmospheric nitrogen is one of the great discoveries awaiting the genius of the chemist. Hij zegt, ja, het zit 80% in de lucht, dat hebben we allemaal nodig. Het zit niet in de grond. We wachten op de enorme slimme man die in staat is om dat te doen. Dat is de enige hoop. En die man is er gekomen. En wel in 1904 was dat Haber. De heer Haber die heeft eigenlijk de methode ontdekt hoe je niet reactief luchtstikstof. Voor de chemici onder ons, dat is gewoon N2. Dat kunnen we niet gebruiken. Hoe je dat om moet zetten naar een vorm, in dit geval ammoniak, wat bruikbaar is voor de plant om op te nemen. Dat is later door Bosch is dat in productie gebracht. Aanvankelijk was het helaas niet zo'n hele mooie reden waarom het aangewerkt werd. Het is namelijk een grote reden geweest dat de Eerste Wereldoorlog veel langer heeft geduurd. De Duitsers heel lang het even volgehouden, want het werd gebruikt voor de explosieven. Denkt u maar ook eens aan de, hoe heet die bekende, die Deen die destijds, even zijn naam kwijt. Die toen zo verschrikkelijk, Noor, die heeft zo verschrikkelijk mensen toen vermoord heeft. Die had ook heel veel kunstmest ingekocht om een bom te maken. Anders Breivik. Ja, precies. Had heel veel kunstmest ingekocht voor een bom. Nou, maar die ontdekking die heeft de wereld veranderd. Eigenlijk heel weinig mensen weten dat. Men zeggen wel eens, dat is een van de grootste ontdekkingen ooit in de mensheid bijna geweest. Want dit heeft tot enorme effecten geleid. Namelijk, het is mede de oorzaak van de enorme toename in de wereldbevolking. Wat kunt u hier aardig zien? En dan moet ik even terug gaan. Kijk, hier zie je de toename van de wereldbevolking. Ik heb het maar tot het jaar 2000, dus zeg maar van ruim 1 miljard tot ongeveer 6 miljard. Je moet even zo kijken, hè? Dit is de wereldbevolking. Je moet even deze kant op kijken. Dus van 1 miljard tot ongeveer 6 miljard. In 2000, nu 7 miljard, de afgelopen 10 jaar miljard erbij. Hier ziet u dat het land areaal is nauwelijks toegenomen. Nou ja, nauwelijks, het is wat toegenomen, maar relatief heel weinig. Dan kijken we hier eens naar het kunstmestgebruik. Voor die tijd werd er ook wel mest gebruikt, onder andere een bepaalde vogelpoep, guano heette dat. Maar het is in 1908 dat het in productie kwam, dat je ziet, vooral na de Tweede Wereldoorlog, een enorme toename van dat gebruik. En dat heeft de gewasopbrengsten met een factor 3 tot 6 gemiddeld verhoogd. Men zegt dat is de grote motor geweest. Uiteraard speelt er veel meer mee. Ik wil toegenomen irrigatie, bestrijdingsmiddelen om plantenziekten. Maar de motor zou ondenkbaar zijn geweest zonder deze uitvinding. Circa 50% van de wereldbevolking wordt geschat als je dus kijkt naar de inname. Wat wordt biologisch gebonden? Dan kun je er hooguit zo'n 3,5 miljard mensen mee voeden. Dus de andere helft komt uit die kunstmestbron. En dan schat ik nog de resterende 2 miljard ook uit die stikstofkunstmest. Nou, hier zie je ook wat trends in bevolking en gewasopbrengsten in de laatste 50 jaar. Ik heb even, hè. En dan zie je, dat moet je ook even goed kijken, dan zie je bijvoorbeeld hier zie je de toename in dit geval van 3 naar 7 miljard. Hier loopt die van 1960 tot 2010, en dan zie je dat de wereldbevolking 3 miljard, 7 miljard. Wederom, dat landbouwareaal, dat stijgt nauwelijks, maar als je kijkt naar, dit is dan dit geval, de tarweopbrengsten, wheat yields. Tarwe ziet natuurlijk als een van de belangrijke gewassen ter wereld, tarwe, rijst, hè, granen. En dit is weer dat kunstmestgebruik, eigenlijk hetzelfde type plaatje. En hier zie je wat plaatjes vanuit Nederland, hè. Tarwe factor 2, aardappelen 1,5, tomaten 3, melkproductie 2. Dat zijn gewoon onze eigen
productietoename. Nou, dat zijn enorme. Als je dan gaat kijken naar de voedselprijs, en dat weten we, denk de oude, nou, je zit hier ook heel wat ouder, dat weten we allemaal wel, ik ook. Er zijn bepaalde, vroeger als je een ei kocht voor je ouders, dan was je voor mij in die tijd ook maar 20 cent kwijt. Hè? Dat was dan nog wel geen eurocent, maar toch. Dus die prijzen die zijn relatief in de afgelopen jaren enorm gedaald, als je naar de standaard kijkt. En dat is een keer uitgezet, de prijs. En dan komt er eigenlijk op neer, je ziet natuurlijk allerlei schommelingen, hè, die te maken hebben met ook oorlogen. Maar overal zie je een dalende trend sinds 1875. En eigenlijk is de gedachte, voor 1875 kwam honger door ook echt absoluut voedselgebrek. Soms was er soms gewoon niet, hè, denk maar aan Ierland. Was je nog zo rijk, ja, dan kon je emigreren, want je kon er bijna niet aankomen. Tot eigenlijk trends naar honger door armoede. Op dit moment is er genoeg productie om 7 miljard mensen te voeden. Maar er wordt heel veel verspild en een deel van de mensen kan het gewoon niet betalen. Voor de duidelijkheid even. Op dit moment is de schatting dat bijna 1 miljard mensen leeft echt onder de armoedegrens en heeft honger. 1,2 miljard mensen obesitas, heeft overgewicht. Tot extreem overgewicht. Met name Amerika, Mexico, West-Europa. Ook heel stukken Latijns-Amerika, niet te vergeten. Dat is niet allemaal dat het nou mensen nou zo zijn, maar wel de BMI boven 25. Dat voor degene die dat wat zegt. Goed, en nu zien we dus dat er rond 2008 is een stijging van de voedselprijs gekomen. En de vraag is nu op dit moment, is dat nou weer even zo'n omhoog en dan gaan we weer verder naar beneden? Of zien we hier een nieuwe trend? Zou het kunnen dat we te maken gaan krijgen met echt absoluut voedselgebrek? De verwachting is inderdaad, ik heb nu even, waarom dit historisch perspectief? De afgelopen 50 jaar productiestijgingen van een factor 4. Hè? Maar kunnen we dat nu verwachten voor de komende 40 jaar? Dit soort stijgingen. Nou, laten we eerst even de stijging in de vraag. De verwachting is, er zijn allerlei scenario's, maar de meest waarschijnlijke die men doet, is dat de wereldbevolking zo van 7 naar 9 miljard stijgt. Je ziet namelijk als landen rijker worden dat het kindertal kleiner wordt. Dat is een bekende relatie. Maar er is een toenemende vraag naar dierlijk voedsel. Met name in de zogenaamde BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India. India trouwens wat minder, maar heel erg China. En dat tikt aan. Door inkomensgroei. Er is een directe relatie inkomen, vleesconsumptie. En dan zitten we nog met het punt van de concurrentie van voedsel met biobrandstoffen. Daar is natuurlijk heel wat over te doen. Want in feite ben je gewoon land aan het gebruiken om het in je tank te stoppen. En als 10% van de energiebehoeften die we nu hebben uit biobrandstoffen zou moeten worden gedekt, dan is dat al meer dan de complete voedselproductie die we nu hebben. Dat laat ook wel zien natuurlijk dat biobrandstoffen uiteindelijk op de duur geen optie is en dat we het echt meer van zonne-energie als soort dingen moeten hebben. Je kan er tijdelijk wat aan denken. Maar... Nou, dit is zo'n plaatje wat laat zien wat er gebeurt als je een toename hebt van het inkomen. Ik moet even goed kijken. Dit is de Verenigde Staten van Amerika. Dit is hun inkomen, gemiddeld. Wat je hier ziet is eigenlijk de stijging. Er staat hier geen jaartal bij. Maar wat u zich hier moet voorstellen, dit is de stijging van het inkomen in de laatste 30, 40 jaar. Hè? En daarmee zie je ook dat de vleesproductie, dit is de meat consumption, in kilogram per persoon per jaar, nou dat zit in Amerika rond, dat is gestegen tot bijna 120 kilo per jaar. Hè? Dus even denken, dat is bijna 300 gram per dag. Wij zitten in Europa voor de helderheid rond de 70 kilo. 80, we maken het niet zo bond. Maar, nou India stijgt het, maar blijft het nog steeds laag. Maar let op de Brazilianen. Die zitten bij de Amerikanen. En let op de Chinezen. Ja, dat is dus een heel punt. Hè? Er is een enorme stijging aan gaande. En die stijging, en daar kom ik dan zo op. Maar één ding zal duidelijk zijn. Dat kan ik nu alvast zeggen. 70 tot 75% van alle landbouwarealen op de wereld wordt momenteel gebruikt voor dierlijke consumptie. Dus even over goed ervan nadenken. Ik heb het niet over grasland, ik heb het over bouwland. Dus gewoon mais voor de dieren. En niet voor de mensen. Of graan voor de dieren. Of, maar in dit geval ben je ook graan voor de auto. Nou, hier zie je
die stijging van gewasopbrengsten, op dit moment moet je in elk geval zeggen dat in landen waar het heel veel gestegen heeft, begint het af te nemen. Het was, even een plaatje, allemaal zo rond, dit is een plaatje van de FAO. En daar hebben ze sinds 1966 tot 2010, en dan zie je corn, rice, wheat, hè, dus granen, rijst, tarwe, een gemiddelde stijging van zo'n, hier zie je het dan, 2,8, 2,9, 2,9% over die gehele periode. Nou, als je dat, dan gaat het om een aantal factoren dat het hoger wordt, dat kun je hier ook wel zien. Maar momenteel zijn de stijgingen 1,3, 1,3 en 1,4. Dus het gaat nog door, maar het gaat langzaam. Verder zitten we met een punt, ik noemde al die biobrandstoffen. Het landbouwareaal bleef tot nu toe allemaal vrij constant. Tot 2000 zie je hier heel langzaam dat het toeneemt. Maar de laatste jaren, en dat is letterlijk een gevolg van de biobrandstoffen, dat men landbouwareaal in productie neemt. Maar dat heeft ook soms allerlei negatieve effecten. In Brazilië, dat er bossen worden omgekapt, dan krijg je hele rare dingen. Wordt het bos omgekapt, gaat er een hele hoop CO2 de lucht in, om klimaatverandering te voorkomen met biobrandstoffen. Dat is al eens een keer uitgerekend. In sommige gevallen heeft een artikel in Science gestaan. Er zijn situaties, dat duurt 200-300 jaar voordat je het negatieve effect van het omkappen met de biobrandstoffen hebt. Dus dat is natuurlijk niet allemaal even negatief als ik nu zeg. Maar dat soort dingen komen voor. Goed, en nu dan de vraag, maar dan komt natuurlijk de vraag, hoe kun je nu bepalen of de toekomstige productie op wereldschaal toereikend is voor de wereldbevolking? Nou, de manier waarop men dat tracht te doen is met de zogenaamde crop yield gap. En wat je daarmee moet, en men is momenteel bezig, die collega's van mij waar ik het over had, van Ittersum en Giller, die misschien nog aardig om te noemen, de meest beroemde Wageningse hoogleraar ooit, die komt met stip bovenaan als men in Wageningen, die heette C.T. de Wit. Die had 3, 4, 5 ere professoraat in Amerika. Dat was de man van de productie-ecologie. Die had in de 60e jaren was die al met dit soort dingen bezig. En de crop yield gap houdt gewoon eigenlijk dit in. Je zegt, nou, dit is de huidige gewasproductie. En ik ga op heel de wereld kijken wat de potentiële opbrengst is. Als alles optimaal zou zijn. Stel dat dat zou lukken. Niet alles lukt uiteraard. En dan ga je zeggen, nou kijk, dit is de actuele opbrengst. En stel dat potentieel hier is, nou, dan snapt u wel, dan is dit het productiepotentiaal. En dan moet je die yield gap, zou je moeten kunnen overwinnen. Potentieel wordt eigenlijk, dit is in het Engels, wordt eigenlijk gezegd, nou, het is de CO2, de straling, de temperatuur, een aantal kropeigenschappen, die bepalen wat de potentiële opbrengst is. Als er geen gebrek is aan water, geen gebrek aan nutriënten, stikstof, fosfaat, kalium, als dat er allemaal is, dan groeien de bomen nog niet tot in de hemel. Het stopt ergens, want dan is het altijd nog de straling van het licht en de temperaturen. Weet wel, in Lapland groeit het huis zachter dan in... Maar alleen al door water- en nutriëntengebrek kan het lager zijn. Ja, of je moet gaan irrigeren in droge gebieden. Nou, is dat allemaal mogelijk, die irrigatie? Of je moet de nutriënten gaan brengen. Nou, dan zit je ook met infrastructuur in Afrika, kun je het er krijgen. Maar ook als je dat hebt, dan kun je nog allerlei negatieve effecten van ziekten en plagen en verontreinigingen en onkruiden. Nou, hier ziet u wat schattingen van wat is nou de potentie voor de opbrengstverhoging. Ja, het zijn een aantal Engelstalige sheetjes, want ik ging er wel vanuit dat dat... En dan ziet u hier bijvoorbeeld wat de yield gap closure is. Eigenlijk kan ik hier beter zeggen... Hoeveel procent van de potentiële yield wordt momenteel bereikt in die gebieden? Dus je moet zich voorstellen, Nederland zit ongeveer tussen de 75 en 90 procent van wat potentieel mogelijk is. Dat is, nou, dus dan ziet u al, in Nederland is de kans om nog omhoog te gaan, ja, niet veel. Dat is ook logisch, hè? Ik bedoel, we maken hier producties, ja. Maar kijkt u in Kenia, nou daar zitten nog mogelijkheden van verzesvoudiging. 3 tot 6-voud, verdubbeling. Ja, hier varieert het enorm, bij welk plekje zit. Nou, dit zijn, momenteel wordt in opdracht van de Bill Gates Foundation een zogenaamde Crop Yield Gap Atlas gemaakt. En die Crop Yield Gap Atlas die is
Je gaat aangeven hoe groot het verschil is en wat er dus mogelijk is. Nou, hier ziet u hoe men dat ongeveer probeert. Hier ziet men bijvoorbeeld een voorbeeld van jongens, als je naar dit soort dit is de watersupply. En als je dan kijkt wat men in Nebraska zelfs kan krijgen aan grain yield ten opzichte van wat men in Kenia heeft, dan zitten daar enorme effecten in. Er zijn allerlei procedures met modellen, met data, ik zal het er niet mee vermoeien, waarmee men probeert in te schatten wat die yield gap is. Nu komt het punt, je hebt echter het probleem van of gebrek aan water of nutriënten dat een rol kan spelen. Nou, hier zie je een kaartje waar dat is te zien. Hier staat feest of honger. En hier staat de jaarlijks gemiddelde stikstofbalans. En laten we het maar even simpel houden. Bij rood praten we over gebrek en bij groen over een overschot. Nou, wat u wel verwacht natuurlijk, allerlei gebrek in Afrika, delen van Latijns-Amerika, hele grote delen van de voormalige USSR. Maar overschotten, ons eigen landje zit er natuurlijk in, dat snapt u wel. Hè? We hebben een mestprobleem, dat is algemeen bekend. Maar, kijk even naar China. En daar hebben ze echt een probleem. Ik heb momenteel 3 Chinese PhD over. Maar wat ze daar geven, dat is, hebben wij zelfs in onze bondste tijden niet gedaan. Laat ik het zo maar zeggen. Praat je soms over 1000 kilo per hectare en dat soort bedragen. Dan heeft men dus ook enorme milieuproblemen. Daar kom ik zo op. Het gaat nu even over de gebreksverschijnselen. Dan zou je kunnen zeggen, dan moet je de kunstmest naartoe brengen. Maar dat is niet allemaal even eenvoudig. Zijn er ook niet andere oplossingen? Daar kom ik zo op. Hier ziet u bijvoorbeeld een studie waar men gekeken heeft. De factoren die het verliezen aan de opbrengst van tarwe. De crop yield was van tarwe. Nou, u zegt, ik zie bijna niks. Dat klopt, want tarwe wordt er gewoon niet verbouwd. Maar wat hier staat, hier wordt gekeken, is het nou door nutriënten gelimiteerd? Of is het door nutriënten en water gelimiteerd? Nou, heel veel is alleen nutriënten en soms is het ook nutriënten en water. En dit zijn de plaatsen waar al 75% van de opbrengst bereikt is. Nou, daar zitten we inderdaad in West-Europa, ook al in delen van China, omdat ze daar zo ontzettend van stikstof geven. De Chinezen zijn uitermate gebrand op dit punt. Als wij er al geen oog voor hebben, de Chinezen hebben er heel veel besef van. En die zijn overal over de wereld land aan het opkopen. In Afrika, noem maar op, want die monden moeten gevoed worden. Goed, de trends in de komende 40 jaar. Nou, het zal moeilijker worden, want de grondstoffen worden schaarser. Bijvoorbeeld, fosfaat gaat opraken. Een heel discussie pas in de... Sommigen dachten namelijk dat het al halverwege 2000 zou zijn. Nou ja, dat zal meevallen, maar toch. De emissies moeten minder. Optreden van klimaatverandering. Dus het grote adagium, we moeten meer met minder. Hogere productie met minder effecten. En dan kom ik eigenlijk op mijn tweede punt. Dan moet ik toch wat vaart gaan maken, denk ik. Iets over het probleem van wat voor effecten kun je optreden. Dat zijn eigenlijk uitputting van grondstoffen en milieuproblemen. Kijk, als je het simpel ziet, dan heb je aan de ene kant grondstoffen waarmee wij producten maken. Ik doe eens even, hier staat grondstoffen, die producten als de auto en dat leidt tot luchtverontreiniging. Dat weten we. Dat kan leiden tot klimaatverandering, uitstoot van CO2, maar ook van methaan en lachgas, ik kom er zo terug. Leiden tot afname van de biodiversiteit en ook. Maar daar doet de voedselproductie heel veel aan mee. Want bij de productie aan voedsel kun je allerlei problemen krijgen, als bijvoorbeeld uitstoot van methaan. Dat is een broeikasgas, wat met name uit de koe uitademt en op een andere plaats gaat het er ook uit. Lachgas, dat is ook een broeikasgas. En de veehouderij is ongeveer voor 20% verantwoordelijk voor de totale broeikasgasuitstoot op deze wereld. Dat is toch de moeite. Ammoniak kan, gewoon het land wat in gebruik is, betekent een afname van de biodiversiteit. Ook de ammoniak die weer op de terugkomt, dat hadden wij in ons land vroeger, heidevergrassing. Hè. En een van de grote problemen is ook de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater. In het verleden bij ons had je dat de eutrofiëring van de randmeren. En dit is een plaatje in China. Ik weet niet of u het weet, maar toen de Olympische Spelen kwamen, ik ben in Beijing geweest, dan hebben ze daar complete meren, die hebben ze schoon moeten maken, want die waren compleet groen. Allemaal door overmatig stikstof en fosfaat toevoer. Want wat dat doet is gewoon, dat spoelt uit, komt in het oppervlaktewater. En ook daar gaan
wordt de groei gestimuleerd. Maar dat zijn bepaalde planten die gaan groeien. Hè? En die overwoekeren de hele rest. En dat noem je eutrofiëring. Nou, dit is een plaatje, ga ik even sneller heen, want dan moet je gewoon kijken. Kijk, hier staat, heeft iemand eens een plaatje gemaakt met Stefan, die zegt, kijk, hier kan je zien, de wereldbevolking neemt toe, het inkomen neemt toe, het watergebruik, de mestconsumptie, de papierconsumptie, McDonald's, nou ja, communicatie, kortom, toerisme. Overal ziet u zo'n beetje vanaf 1950, hè, dan begint het echt enorm toe te nemen. En dan zegt hij, en wat zie ik nu? Wel nu, laten we beginnen met klimaatverandering. De CO2-concentratie, dat is natuurlijk het beroemde verhaal. He, die is vanaf zeg maar 1900, is die zo'n beetje van beneden de 300 naar 360 gestegen. De minder bekende N2O-concentratie. N2O is een lach, dat is een stikstofvorm. N is stikstof. Ik hou me met stikstof bezig en het einde van is N2O. Nou, die komt voor 50-60% uit de landbouw. Die is meer dan, die is 40% gestegen. En methaan is zelfs meer dan verdubbeld. En dat komt voor 70-80% uit de landbouw. Nou, ozonuitput, ozon depletion, het gat in de ozonlaag, de temperatuur die stijgt, die gecorreleerd is met deze broeikasgassen, toename van grote overstromingen. Nou, zo heeft hij een aantal dingen als terrestrische systemen waarvan het percentage landareaal afneemt en de biodiversiteit die af aan het nemen is. Species extinction. Dus hij heeft eigenlijk al die problemen hier eens neergezet. Ook hier heel kort, als het om de grenzen van de aarde gaat, dan is er ook eerder over nagedacht dan wij dat nu doen. In de 60e jaren was er Rachel Carson, die heeft haar eerste beroemde boek Silent Spring. Dat gaat dan over een dorp waar het plotseling heel stil wordt. De vogels die zingen niet meer. En dat heeft dan te maken met bestrijdingsmiddelen, pesticiden, met name DDT. En mede door haar boek is DDT uiteindelijk verboden. En zij wordt wel gezien als de vrouw waardoor de hele milieubeweging op gang gekomen is. Heel beroemd uiteraard, grenzen aan de groei, limits to growth. Ik kom er zo op terug. Er zijn grenzen aan onze groei, daar hebben we het nu weer over. He? Planetary boundaries, ja. En dan een heel beroemd boek, Small is Beautiful. Oftewel, Hou het klein, van Schumacher. Dat was een econoom. En die zei eigenlijk, wat wij aan het doen zijn, is helemaal niet economisch. Want heel de economie is gericht op korte termijn denken. Maar we zijn voortdurend, eigenlijk waren in de schatkist aarde aan het grijpen. En de zaken aan het uitputten, dat verhaal uitputten en vervuilen. Dus dat moet een keer misgaan. Dus hij heeft ook gewaarschuwd en heeft gezegd, hij pleitte voor kleinschalige landbouw, met name biologische landbouw. Nou, daar gaan we waarschijnlijk de wereldbevolking niet mee voeden, dat is een ander punt. Maar toch kleinschalig en op lokale situatie aangepaste techniek. We kunnen in Afrika wel van alles willen, maar als er geen infrastructuur ligt, dan zul je toch andere dingen daar moeten doen. Nou, dat soort zaken. En uiteraard het boek Our Common Future, dat is waar de eerste begrip duurzaamheid is geïntroduceerd. Ik pak nog één plaatje uit dat rapport Grenzen aan de Groei, want dat is toch wel interessant. Ik werk bij een leerstoel die heet Milieusysteemanalyse. En die doet allemaal dit soort, dan doe je dit soort dingen. Dan kijk je naar de toekomst, kun je nou voorspellen wat er gebeurt als je verandering krijgt, een bevolkingsgroei en dieet en allerlei politieke maatregelen, dus maatregelen van het beleid. Wat voor gevolgen heeft dat dan? En wat voor winst? En wat zijn de kosten? Nou, dat zijn we hebben deze mensen gedaan, die hebben gezegd, nou, wij schatten dat de bevolking toe gaat nemen de komende, hè, dat is hun inschatting. Dat de voedsel die mensen per persoon gaan gebruiken, het is een vaag plaatje, maar dat toeneemt. Dat wel het natuurlijke kapitaal, de grondstoffen gaan afnemen. Dat de verontreiniging toe gaat nemen en dus verwachten ze ergens midden de 2050 een collapse. De samenleving gaat ineenstorten. De bevolking zal teruglopen, want de grondstoffen zijn op, het systeem, het milieu is zo verontreinigd. Nou, daar kwam natuurlijk heel veel kritiek op. Het is een beetje dezelfde kritiek die je kunt zeggen bij Malthus kun je zeggen het is nooit uitgekomen. Hè? Want die man die zei het gaat veel harder, want er is een ontdekking gekomen. De ontdekking, stikstofbinding onder andere. Was het niet gekomen, had de man waarschijnlijk toch wel een heel punt gehad. Nou, hier kun je de nodige kritiek hebben op het moment waarop het gebeurt. Maar als je bezig bent om voortdurend je grondstoffen uit te putten, dan voel je allemaal aan. Dan kan dat moment verschuiven. Maar dat komt wel een keer, tenzij je op een of andere manier naar een zogenaamde circulaire economie gaat. Circular economy, het grote toverwoord nu. In dit kader is recent
een verhaal geschreven. Dat heeft Nature gehaald. Het is eigenlijk nooit een paper geworden. Het heette gewoon een feature. En daar heeft men de grip Planetary Boundaries. A safe operating space for humanity. En die mensen die zeiden, en later, daar is kritiek op geweest. Ze zeggen Nature is een van de beroemdste tijdschriften ter wereld. Hè? Nature and Science. Als je daarin publiceert, is maar één keer gelukt. Dan komt de directeur een bloemetje brengen. En dan krijg je een maandsalaris. En nou ja, fijn. Dan is het echt, heb je het goed gedaan. Nou, dat is erin gekomen, maar kritiek erop, want het is nooit wat men noemt peer-reviewed. Normaal stuur je toe, moet er peer-reviewed. Dus gewoon zo, hup, erin gezegd. Het was een idee van een grote groep mensen. Het is enorm aangeslagen. Later hebben ze in een ander tijdschrift het overigens wel gepubliceerd. Dat heet, even kijken hoe dat heet. Ecology and Society. Nou, dit is de groep auteurs. En die zeiden eigenlijk, er zijn grenzen aan wat onze planeet kan verdragen. En ze onderscheiden er dan 9... Ik loop ze even af, want dat was mij gevraagd om dat toch ook even te doen. Nou, klimaatverandering. Verzuring van de oceaan, voor u weten. CO2 stijgt, hè. En dat leidt tot klimaat. Maar CO2 voor de, misschien een klein beetje scheikunde nog. Hè? CO2 plus water. En CO2 plus water geeft dan bicarbonaat plus H+. Dus dat gebeurt door de stijgende CO2-concentratie daalt de pH, oftewel de stijgende zuurgraad van het water. Dat is ocean acidification. Dit zijn, en dat is terecht, processen met echt een globaal karakter. De CO2-concentratie midden in de oceaan is precies gelijk aan hier in Enschede. Waar je ook meet, is overal hetzelfde. Maar dat geldt bij een aantal van die effecten niet. Denk maar aan de NMP-cyclus, dat hebben ze er ook bij zitten. Nou, u voelt wel aan. Er kan hier een ammoniakprobleem zijn, omdat een boer enorm veel drijfmest geeft en vlak daarnaast zit een natuurgebiedje. Maar zit je 20 kilometer verder, dan is het al grotendeels weer uitgewaaid. Hè? Maar desondanks zeggen ze, ja, maar al die lokale processen bij elkaar opgeteld, leiden toch ook wel tot een globaal probleem. Nou, atmosferische aerosols, dus denk u maar als je bij Utrecht komt, dan mag je 80 rijden hè, vanwege luchtverontreiniging, aerosolen. Het verbruik van zoet water, landgebruiksverandering, biodiversiteitsafname en verontreiniging. En, wat lieten ze nu zien? Als we nou hier op een schaal zetten van jongens, dit is nog de safe space. Dan waren er 3 die eruit sprongen. Klimaatverandering, biodiversiteitsafname en let wel, de nitrogen cycle. Nou, dat vonden wij natuurlijk als stikstof mensen wel mooi, want dan konden we tenminste laten zien, maar niet mooi. Maar dan werd, dat is heel veel gebruikt, laat ik het zo zeggen. Het is een enorm probleem. Maar, als je dat artikel beleest, dat tijdschrift, weet je, daar staat er gewoon 1 zinnetje in. Op dit punt staat letterlijk 1 zinnetje. Ja, we binden momenteel 140 miljard ton stikstof. Dat gebeurt, 140 miljard ton. En ja, hoeveel het zijn moet, maar nou, we denken dat we wel terug moeten naar een kwart. Dus je moet net zo voorstellen dat we zeggen tegen elkaar, nou ja, we rijden nu 120 kilometer op de snelweg. Ja, het is wel eigenlijk wat te hard voor verkeersongevallen. Ja, misschien moeten we terug naar 50. Geen onderzoek, gewoon hup. Ja, en dan heb je natuurlijk een mega probleem. Nou, daar is natuurlijk kritiek op gekomen. Deze man, ook in Nature, die heeft gezegd, het is conceptually brilliant. Hè? En politically seductive, hè? Politiek verleidelijk, want dan kun je, ja, als je een limiet hebt en eroverheen. But not relevant or even counterproductive for environmental stewardship. En wat was zijn punt? Nou, hij zegt, en daar heb ik er een paar uitgepakt, want ik heb er dus een artikel over geschreven. Vooral op die stikstof en fosfaat. Hij zegt, ja kijk, sowieso, als we teruggaan naar dat kwad. Hij zegt, ja, dan kunnen we de hele wereldbevolking gewoon niet voeden. Ik kreeg laatst een, heel grappig, ik laatst ging er een artikel naar een collega van mij. Een andere collega stuurde, dus je moet je voorstellen, ik kreeg CIC een mail. We stuurden 1 collega naar de andere. En die schreef terug, onder wat voor een stoeptegel leeft die man? Dus die was gewoon verontwaardigd. Van, ja, dan gaat 3/4 van de wereldbevolking dood. Dus, het is te beperkt om het te voeden. En je moet dus minstens kijken wat je minimaal nodig hebt om de wereldbevolking te voeden. Ten opzichte van het milieuprobleem. Anders ben je mee bezig. En daarnaast, er is gewoon heel veel ruimtelijke variatie. Je kan wel zeggen, dit is de globale threshold, maar dan kun je nog gebrek hebben in Afrika en te veel in Amerika. He? Nou, daar heb ik, zelf ben ik erop ingegaan, ik heb een artikel geschreven.
assessing planetary and regional boundaries related to food security and adverse environmental impacts. Dus ik probeer die twee te balanceren. Ik kom ook hoger uit, dus ik zeg het is niet zo laag als de mensen suggereren. Ik kijk naar allerlei effecten. Maar goed, het gaat erom, er is nogal wel wat discussie op dit gebied. En het is een eerste start om die kant op te gaan. Ik moet wel wat doorgaan. Kunstmest gebruiken is een efficiëntie. Het is wel belangrijk om te bedenken, als je naar kunstmest kijkt, dat het een enorme verhoging heeft aan productie. Maar je ziet in het algemeen dat als je hier kijkt in de tijd, en wat je hier ziet is dat het kilogram graan dat per kilogram stikstof wordt geproduceerd, is sinds 1960 enorm afgenomen. En dat is heel simpel, omdat de giften zijn toegenomen. Dat weten we allemaal. Als de productie stijgt, op een gegeven moment gaat hij dit doen. In het begin pakt hij het natuurlijk heel efficiënt op. En als je hier gaat kijken, van 100 kilogram stikstof die gefixeerd wordt, blijft er uiteindelijk maar zo'n 17 kilo, dus een wereldschaal, over wat onze mond binnenkomt. Allemaal verliezen. Verliezen bij de, hier zie je dan een stuk recycling, dit is kunstmest. Hier zie je recycling van dierlijke mest. Dat komt dan op het gewas, maar ja, een deel gaat verloren. En als dat gewas wordt gebruikt en door koeien wordt gebruikt, dan gaat een deel verloren. En op allerlei plaatsen, denkt u maar, hè, als wij dierlijke mest geven, dan gaat een deel als ammoniak de lucht in, een deel spoelt uit, een deel wordt lachgas, niet alles wordt, dat lukt je niet. Er zijn onvermijdelijke verliezen. Maar die zijn dermate groot dat er van zo'n 17% in onze mond komt. En als je naar dit plaatje kijkt, dan zal ik snel zijn. Als je hier kijkt van 100 kilo, dan komt er ongeveer maar 42 kilo in onze mond. Maar als het over granen gaat, corn production, dan praten we over vlees, dan hebben we het vaak maar over 11%. Dus die 17 van tenet, pakken ze alle producten op wereldschaal. En dat is een overal gemiddelde. En hier ziet u de dingen. Not taken by the crop, processing waste, food waste, human waste. Overal afvalstromen, afvalstromen, afvalstromen. En dit is een plaatje waar ik zelf een keer naar gekeken heb. Maar je ziet dat de stikstof, de end-use efficiency, wat is de end-use efficiency? Als ik 1 kilogram geef, dan blijft er uiteindelijk zoveel in het product achter. Dus als die end-use efficiency bijvoorbeeld 0,3 is, dan per kilo wordt maar 30% uiteindelijk net effectief opgenomen en gebruikt. En hier ziet u, nou, dat die op in Europa, dit zijn een aantal landen, hè, Nederland zit hier. Maar wij zitten dus lager. En hoe komt dat? Hoe groter het dierlijke deel is van wat we eten, als dat, hè, hoe lager de efficiëntie. Dat is wat je in het algemeen ziet. Nou, dat. En hier zie je die inefficiëntie op wereldschaal. Het loopt zo'n beetje van 10% tot bijna 100%. En dan zie je dat in de arme landen, ja, is het heel hoog. Dat is ook wel logisch. Als het verschrikkelijk weinig groeit, dus elke kilo die erbij komt, dat gaat direct het gewas in. Maar in landen waar enorme overproductie is, is het veel lager. Nou, wat voor gevolgen heeft dat dan? Dat laat dit plaatje zien. Dat is een beetje eenvoudig. Je zegt, kijk, als ik nu hier stikstof invoer in mest, in dierlijke mest, in kunstmest, en dat komt de grond. Dan wordt een gewas geproduceerd. Dat noemen ze het hole in the pipe model. Je zegt, je stoot er iets in. Hè? Maar ja, er zitten overal gaatjes waar wat naar buiten gaat. Ammoniak. En dat kan tot de biodiversiteit van een... Dat kan tot veranderingen leiden. Bijvoorbeeld vergrassing van de heide. Hè? Er komt ook lachgas uit. N2O. Hier staat ook nog, klimaatverandering. Er kan nitraat uitspoelen. Dat kan die eutrofiëring tot gevolg hebben met vissterfte. Maar het probleem wordt nog groter als je niet alleen maar een gewas, maar als je dat gewas ook nog eens een keer verbouwt als mais, wat vervolgens als voedsel voor dieren wordt gebruikt. En een deel van die mest gaat weer terug. Maar ja, daar vinden weer allerlei verliezen plaats. Dat gaat het zaakje nog een keer. Uiteindelijk is de afvoer in melk, vlees en eieren is per kilogram invoer beduidend lager dan daar. Dus je krijgt veel grotere verliezen. Nou, je mag hopen, dat gebeurt ook wel, dat het tenminste weer als N2 naar de lucht teruggaat. Want de lucht bestaat uit 78% uit N2, dus dat is het in elk geval weer terug, zonder een probleem. Maar al die andere vormen,
die leiden dus tot biodiversiteitafname, klimaatverandering en enorme problemen met verontreiniging. Nou, hier zie je een voorbeeld van de versnelde stikstofkringloop, de depositie vanuit de lucht. 1960, 1990 en de voorspelling 2050. En u ziet de enorme problemen vooral rond China. Wat we hier al aan verbeteringen brengen, dat wordt daar overgecompenseerd. Tenzij, want er is heel veel begrip, momenteel lopen er in Wageningen 3 hoogleraren op bezoek, ook voor 2 weken, allemaal vanwege dit soort problemen. Dus besef brengt wel door. En hier ziet u een plaatje waarin bijvoorbeeld, ik zei al, wat er gebeurt bij die eutroferering. Je krijgt allerlei schadelijke algenbloei. Door die stikstoffosfaat gaan die groeien. Maar als ze op een gegeven moment gaan afsterven, wordt er zoveel zuurstof gebruikt om het af te breken, dat je zuurstofloze dode zones krijgt met vissterfte. En je kunt er ook vaak niet zwemmen hier. Dus let op, je mag hier niet zwemmen. En hier ziet u in rood alle plaatsen waar dit soort problemen voorkomen. Hypotoxic, dat betekent dat je hier ook echt vissterfte kunt aantreffen. Nou, dat zijn natuurlijk behoorlijke arealen. Dit wordt als het grootste nutriëntenprobleem gezien. Daarnaast de biodiversiteitsafname en de klimaatverandering, maar dan is CO2 natuurlijk toch de grootste. Nou, je kunt zeggen dat de landbouw en veehouderij ligt een enorme druk op het milieu. Want zo'n 75% van het areaal, dat is voor dierlijke productie. 20% van de broeikasgassen zijn daarmee gemoeid. Maar ik heb al die dingen genoemd wat ze allemaal doen. 60, 80, nou, stikstofafvoer, ammoniak, emissie. Het is duidelijk, er is een groot probleem met onze voedselproductie. En zeker als het om de veehouderij gaat. Nou, ik ga even door. Want anders dan wordt het denk ik toch wat aan de lange kant. Ik ga naar het punt. Zijn er mogelijkheden om tot een duurzame voedselvoorziening te komen? Eén ding trouwens, dat plaatje dat ik even oversloeg, is het toch nog wel even aardig om te zeggen, want dat liep het om. Als je kijkt naar de uitstoot van broeikasgassen, methaan, CO2, dat het meest is vanuit zeg maar de koe, rundvee. Dat heeft gewoon te maken dat een koe die ademt ook methaan uit. En het minst als je naar kip gaat, kippenvlees. Dus relatief, als je van rundvlees naar kippenvlees toe gaat, dan is dat vanuit de, let wel op, de klimaatverandering gunstiger. Ik heb het dan nog niet over die andere problemen, wel voor klimaat. Nou, het laatste punt eigenlijk is, zijn er nou mogelijkheden voor een duurzame voedselvoorziening? De grote uitdaging. Dat is wat dit is een rapport waar ik ook aan bijgedragen heb. Daar ziet u mijn naam ook staan. En dat heet Our Nutrient World, the challenge to produce more food and energy with less pollution. Dat is de grote vraag. Kunnen we meer met minder? Dat is natuurlijk het punt. Nou, dan denk ik dat de belangrijkste mogelijkheden zijn er eigenlijk 4. Het eerste is het recyclen van nutriënten. Kun je denken gewoon ons menselijk afval. Wij hebben menselijk afval. Denk maar aan rioolzuiveringsslip. Mag in veel gevallen niet gebruikt worden. Want er zit te veel cadmium in. Maar het probleem is dan wel dat als je dat allemaal dus weg doet, ja, dan is ook de fosfaat weg en de stikstof weg. En dan, ja. Dus de vraag is, gooi je met het kind het badwater niet weg? Dus daar wordt veel beter naar gekeken. Recycling van dierlijke mest, je zou zeggen dat gebeurt toch allemaal wel? Nou, dat valt wel wat tegen. En recycling van voedselafval. Denk maar, bij restauranten kan het hier niet terug. Verhoog de efficiëntie van het water- en nutriëntengebruik. Reduceren van de voedselverspilling en reduceren van de voedselconsumptie. Deze laat ik nu staan, want eigenlijk kun je zien, dat laat ik rusten. Dat was gewoon een plaatje dat laat zien van op al die plekken kun je dus die zaak reduceren. Wat ik hier wel aardig aan vind is, kijk, u zult zeggen, nou, dierlijke mest wordt toch wel gebruikt? Nou, dat valt dus wel tegen. In China wordt zo'n 50% van de dierlijke mest niet gebruikt. Stroomt gewoon zo. Hup, daar gaat hij zo. Hup, zo regelrecht het oppervlaktewater in. Ja, dat is natuurlijk een kwestie van, daar hoef je geen onderzoek voor te doen. Dat is een kwestie van onderwijs. Van communicatie, voorlichting, noem maar op. Dat speelt een enorme rol hier. Hier zie je het percentage van de gebruikte mest.
bij varkens, bij cattle, dus zeg maar koeien, schapen, paarden, kippen. En dan hebben ze een onderscheid gemaakt tussen CAFO's, dat zijn echt concentrated animal feeding operations, dus zeg maar, min of meer intensieve veeboeren, en traditional. En dan zie je dat die traditional het in de meeste gevallen in China veel slechter doen. Niet die concentrated, dat is de eerlijkheid, gebieden te zeggen. Dat heeft gewoon met kennisniveau te maken. Hier praat je gewoon over kennis. Die traditionele boeren die laten het gewoon lopen. En je praat over miljoenen boeren in China. Kleine boertjes. Nou, u begrijpt wel, als dat hergebruikt wordt, dan is er een enorme winst te maken. Dat hele kringloopdenken, dat is iets wat ook in ons land sterk naar voren is gekomen. U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van het cradle-to-cradle principe. Afval is voedsel. Dit boek was meneer Justus van Liebig. Let wel, die man uit 1840... Die was tegen het eind van zijn leven, zag hij al de negatieve effecten van een overmatige toediening aan nutriënten. En die heeft toen al een boekje geschreven in Duits, dat vertaald is met de zoektocht naar kringlooplandbouw. Heel interessant dat die man toen al de dingen zei waar we nu eigenlijk koor op letten. En die kringlooplandbouw, dan moet je zich gewoon voorstellen, er is een kringloop. Hè? Je krijgt voer, dat gaat naar de koe. De koe die poept het uit, dat gaat er naar het gewas en dat wordt weer opgenomen. En wat je eigenlijk wil, is dat die kringloop gesloten is. Zoveel mogelijk alleen maar de afvoer naar de melk en de dieren. Maar in werkelijkheid komt er kunstmest bij, ruwvoer, krachtvoer. Wat men met kringlooplandbouw probeert, is zo min mogelijk ruwvoer aankopen. Soja, schroot, en zoveel mogelijk gewoon uit het eigen land. En zoveel mogelijk op gebiedsniveau die kringloop sluiten. Er is laatst een boekje van uitgekomen, daar heb ik ook nog een bijdrage aan geleverd. En dan laten ze bijvoorbeeld zien dat kringloopboeren, als die er dus erg veel werk van maken, die blijken A, iets meer te verdienen. Want de gedachte is vaak, ja, dat is geitenwolle sokken gedoe, hè, dat hebben ze, hè, dus dat is allemaal. Hè. Die blijken meer te verdienen. En verder hebben we hier een resultaat neergezet in een gebied, de noordelijke Friese Wouden. Dus dat was in Noord-Friesland. Noordelijke Friese Wolde, waar heette dat eigenlijk. En dan zie je hier, aan de linkerkant zie je, nee, je moet goed zeggen, het oranje deel, dat is het gangbare bedrijf. En het groene is het kringloopbedrijf, en dan moet u even opletten. Dit is de veebezetting, daar zitten ze slechter, de energieverbruik, broeikas, verzuring. In alle opzichten doen die gangbare boeren het minder. We letten wel op, maar een deel van de effecten heb je op het bedrijf, en een groot deel van de effecten zijn buiten het bedrijf. Als je bijvoorbeeld sojaschroot aankoopt, dan zijn de echte effecten treden ook in Brazilië op. Kun je je voorstellen? Een deel van de emissies zijn daar, want daar is het gewas verbouwd. Nou, dat doet zo'n zogenaamde life cycle analysis, die bekijkt dat allemaal. En het aardige van deze studie was, je kunt met meer inkomen iets minder milieueffecten krijgen via deze kringlooplandbouw. Dan heb je de verhoging van het efficiëntie van het water en nutriëntengebruik. Nou, dit ziet er allemaal heel technisch uit. Hè? Dat is echt, jongens, we moeten behalve nutriënten recyclen, moeten we gewoon verliezen aan water, moeten we gaan minimaliseren door heel optimaal watermanagement. En heel precies bemesten, dat zijn boeren die hebben gewoon computers op hun poort en die kijken. Die hebben overal informatie hoe vruchtbaar de grond is en daar geven ze meer en daar geven ze minder. Nou, dat is dus typisch high-tech landbouw. Maar ja, dat kan misschien dan in Nederland, maar in grote delen van de wereld is dat dus helemaal nog niet mogelijk, ook mede vanwege de infrastructuur. En je kunt je afvragen, moet je dat willen? Dat is een beetje de discussie, daar werd ik over gevraagd in Wageningen. Daar was Dijkhuizen, de voormalige grote man, en die zei, het beste wat je kunt doen is gewoon intensieve landbouw. Waarom? Dan spaar je, dat noemen ze in het Engels land sparing. Concentreer al je effort op een klein stukje grond met de hoogst mogelijke productie. Dan halen we van zo minimaal mogelijk land halen we het gewas af. Dan blijft er zoveel mogelijk land over voor bossen, voor natuur, voor recreatie, noem maar op. Je spaart het andere land. En bovendien zegt hij, kijk eens naar dit plaatje bijvoorbeeld. Dit is de uitstoot in CO2-equivalenten per kilogram. Dit is melk, ja. Fat and protein corrected milk. Nou ja, het gaat om een liter melk.
En wat zie je? Hoe meer die koe geeft, hoe lager de uitstoot per liter. Dus onze Nederlandse koeien met bijna 9 ton per jaar, die zitten per liter veel gunstiger. Dus, nou, het verhaal is helder. Nou, dat hield hij dan ook. Dit heeft hij gehouden bij een van de Wageningse openingen van het academisch jaar. Daar was ik bij. Die zei, kijk, bij een hogere intensief is beter. Want als je hoge productie hebt, dan heb je minste en laagste uitstoot per kilogram product. Meer hectares over voor andere zaken. En dat verschil met vegetarisch is ook nog niet zo groot. Nou, dit valt net weg hier op het scherm. Maar ik geloof dat iets van 6 is tot 2. Nou, valt ook nog wel mee. Dus dat was een mooi verhaal voor die kant. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, nee, je moet het land juist sharen. Je hebt land sparing en land sharing. En wat is land sharing? Dan moet je denken, die zeggen, ja, als je hier nou de productie hebt, hoog, hele hoge productie, en hier de biodiversiteit, ja, je wil natuurlijk liefst een hoge productie en een hoge biodiversiteit. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Heel veel produceren en prachtig. Maar ja, meestentijds is dit hoog, is dit laag. Er zijn mensen die zeggen, kijk, je moet ergens juist in dat middengebied gaan zitten. Bijvoorbeeld dingen als agroforestry. Dan ga je bomen planten tussen gewassen en die bomen binden stikstof. Dat kun je in Afrika doen. Hoef je geen kunstmest te brengen. Dat zijn van die natuurlijke stikstofbinders. En dan kun je de gewasproductie verhogen, terwijl je ook nog de biodiversiteit hoog houdt. Nou, daar zijn hele discussies over. Eén ding lijkt mij duidelijk. Het is nog het een, nog het ander wat... Je moet altijd met verstand naar de situatie kijken. En wat dat betreft zijn beide. En het zal nog een hele uitdaging zijn wat het best is. Ik ga afronden. 3 sheets nog voor uzelf. Ik dacht, nou, we moeten toch eindigen met de toepassing naar onszelf toe. 1 heel groot probleem is duidelijk ook. Voedselverlies en voedselverspilling. Je hebt er waarschijnlijk wat van gehoord in de krant. 30% tot 40% van ons voedsel wordt gewoon, ja, gaat verloren. Je hebt food loss, nou dat is dan onvermijdelijk verlies. Maar food waste is gewoon verspilling, weggooien. En als je dan hier kijkt, dan zie je op wereldschaal dat Europa en Noord-Amerika zit op het hoogste percentage dat de consument dingen weggooit. Let wel op, de productie. Van productie tot retailing is ook niet kinderachtig. Nog sterker, dat is veel meer. Maar daar kunnen hele aparte dingen bij zitten. Dat zegt deze man. Ik kom er zo even op terug. Daar kunnen heel veel dingen bij zitten. Als bijvoorbeeld bananen die men een beetje krom... Je hebt fruitsorteermachines. Dat is prima appel, maar hij wordt gewoon weggegooid. Nou, dat zit toch allemaal in die productie en retailing. Nou, deze meneer, die heet Tristram... Stuart, moet u maar eens op googlen. Dat is een van de beroemdste personen ter wereld op dit moment die een enorme lobby heeft om voedsel te recyclen. En die zegt, het is toch ongelooflijk, we hebben toch al voor eeuwen hebben we gewoon voedsel aan de varkens gegeven. En nou mag het niet meer. Je moet gewoon bij restaurants moet je een varkensfabriek. Hij heeft ook al uit laten rekenen. Tienduizenden aanhangers, restaurants die het gaan doen. Het levert het restaurant alleen maar extra geld op. Nou. Reduceer de voedselverspilling. Je kunt dus een keer op hem, kun je zo een 20 minuten zijn verhaal horen. Hij wijst op de enorme consumptie die wij hebben en dat kan ook allemaal wat minder. Hier staat hij bij bananen die allemaal weggegooid worden omdat ze niet aan de vorm voldoen. Het is gewoon weggegooid, want niemand eet dat. En hier zegt hij, uncovering the global food scandal. Moeten we even over nadenken. Als je 40%, 35% gewoon weggaat. Dan hoef je eigenlijk niks te doen als dat zou lukken om gewoon 35% meer mensenvoedsel te geven. Nou, dat is binnen die 2 miljard natuurlijk. En het laatste, en dan ben ik toch net met een uur, dat wilde ik toch wel proberen. Dat is reduceer de vleesconsumptie, hoewel ik had hier misschien een ander plaatje bij moeten zetten. Want ik heb hier eigenlijk eentje laatst gehad en wat men hier gedaan heeft, daar hebben mensen een groot aantal scenario's doorgerekend van diëten. En dit is een normaal Italiaans dieet. Normal. En er staat hier hoeveel resources, dat zijn allemaal schalen, hoeveel resources je opmaakt, hoeveel grondstoffen. Hier wat het effect op het ecosysteem is en wat op het menselijk, onze gezondheid. Het waren mensen uit de meer gezondheidshoek. Daar hebben ze allemaal, maar ja, ook zo'n lifecycle. En wat die mensen eigenlijk laten zien. Dus als je gezond eet en zelfs
nog een omnivoor blijft, maar wel zoveel mogelijk meer kippenvlees en niet excessieve hoeveelheden. Met die 120 kilo van de Amerikanen, daar kwam wel terug naar 35, 30. Hè. Ze hebben dus gewoon wat de World Health Organization aanraadt, nou dan gaat het stukken terug, dan is de grootste klapper al bereikt. He, dan moeten ze zich niet voorstellen van complete vegetariër, maar wel een hele duidelijke reductie in de vleesconsumptie. En hier zie je dan nog, komt het van een traditionele boerderij of een biologische boerderij. Hier zie je het vegetarisch dieet en hier vegan, he, die is die ook geen melk en eieren. Ook een effect, maar het grootste effect zit gewoon bij matiging. En daarmee wilde ik het eigenlijk laten, door te zeggen, nou hoe kunnen we ermee omgaan? Verhogen van de efficiëntie, water en nutriënten, recycle afval, afname van de voedselverspilling, dat komt bij ons terecht, en verandering van het dieet. En daarbij wilde ik het laten. Dank u. Heel hartelijk dank voor jouw heldere verhaal. Ik moet meteen even denken aan ons etentje net. Jij was dat aan de late kant, we moesten snel eten. Er bleef nog wat sla en wat aardappels over. Die hadden dan aan misschien varkentjes gegeven kunnen worden. Die eigenlijk op deze campus prima een plek kunnen hebben. Dus misschien moeten we hier op de campus ook maar eens wat duurzamer met ons voedsel omgaan. Dankjewel, het was erg inzichtelijk. We hebben nog mooie tijd voor allerlei vragen en discussie, want ik kan me best voorstellen dat dat toch wat oproept. Meneer, mag ik met u? Ik herhaal even de vraag, want dat is ook voor de opname belangrijk. Hoe zit het met alternatieven als insecten, algen? Dat kan ook heel voedzaam zijn. Wat biedt dat voor soelaas? Het is een heel goed punt dat u dat opbrengt, want je kunt niet alles in het verhaal kwijt. Het was al genoeg, denk ik. Maar inderdaad is het zo dat in Nederland is de eerste insecten of farm geopend. Hè? En als het om die zogenaamde nutrient use efficiency gaat, dus per kilogram hoeveel blijft er dan achter in het dier, dan praten we bij sprinkhanen soms over 70%. Dus dat is massief hoger. En ik ben bij een zeer interessante lezing geweest van een collega hoogleraar in Wageningen, een gemeente die Arnold Huizer heet, die heeft er een boek over geschreven. Dus eens even kijken. En die beveelt dat ook enorm aan. En die zegt, wij denken sprinkhanen, maar dat schijnt dus gewoon zodanig compact in vlees verwerkt te worden. Of dat het gewoon. Hè. Dus ik denk zeker, kijk, in bepaalde culturen is een sprinkhaan een absolute lekkernij. Ja, voor ons is het een beetje, toch nooit direct een sprinkhaan. Maar wat zegt u? Ja, zonder meer. In de Johannes Bijbel wordt er al gesproken over het eten van sprinkhanen. Sprinkhaan en wilde honing had hij, hè? Wie van u heeft wel eens sprinkhaan gegeten? Nou, best wel veel. En? Was dat lekker? En? Ja. Nee, maar dat is zonder meer een punt wat u noemt. En de algen. De algen, dus hoe zit het met de algen nog even? De algen, de algen is, daar wordt nodige aan gedaan. Ik zit daar iets minder in, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is een variant waarvan ook gezegd wordt dat er zeker een potentiële bron van eiwitten zit, met name eiwitten, die we op die manier kunnen gebruiken. En Wim, om dit misschien nog even compleet te maken, dan gaan we naar de volgende vraag. Vis, hoe zit het daarmee? Want dat is in jou, je zegt we moeten matig minder vlees eten, meer kip, dat is beter. Ook meer vis, of hoe zit het met de vissen? Kun je daar nog kort iets? Ik heb bewust aan het begin van mijn verhaal wel verteld dat ik vooral aan de effectenkant zit. Ik weet dat in de aquacultuur, zoals dat heet, wordt ook het nodige gedaan. Maar dat is niet alleen maar een juichverhaal. Zeker niet. Want dat heeft ook te maken met dat die aquacultuur ook tot die eutrofieringsproblemen waar ik het net over had. Hè, die stikstoffen, want dat zit dus regelrecht in het water. Dus daar liggen volgens mij nog best wel wat beperkingen. Maar ik weet er te weinig van om daar heel veel te zeggen. Ja, de vraag gaat over recycling. Plaatselijk of op wereldschaal? Want hoe zie je dat? Want er komt soja uit Brazilië, maar hoe reken je dat mee in de modellen? Nou, dat is dus met name wat bij die kringlooplandbouw waar ik het zojuist over had. Daar is het in de noordelijke Friese Wouden zo, dat men zoveel mogelijk het op de boerderij zelf probeert. Maar bij Overijssel, dat heet dan een project Nieuw Overijssel,
dan gaat men kijken van kunnen we niet tussen de veehouders en zelfs natuurorganisaties die op bepaalde plekken dan ook graanveldjes hebben, zodat je zegt, kun je niet zorgen door een combinatie van veehouderijen, landbouwers die in de buurt zitten, om die mest, zeg maar die cycle van voedingsstoffen binnen de regio te houden. Dus zo min mogelijk echt het uit Brazilië laten komen, want dat betekent ook lange transportafstanden met allerlei andere effecten en uitputten van gronden daar ter plekke. Terwijl als je het niet op je boerderij voor elkaar krijgt, maar je ziet de regio als een groot gemengd bedrijf, en vroeger een boerderij was een koetje en een stukje land, dan kun je proberen om die stromen erg binnen het gebied te houden. En dat leidt tot allerlei afspraken tussen akkerbouwers, veetelers, zelfs natuurorganisaties. Dus ik zou zeggen, zoveel mogelijk lokaal recyclen. Zoveel mogelijk lokaal recyclen, of regionaal. Als je bonen verbouwt, kippen en nog wat groenten hè, natuurlijk. Hoeveel vierkante meter heeft één mens dan nodig om nou, in leven te blijven? En dan gaan we gewoon van een... Ja. Hoeft niet helemaal dik te worden. Wat heb je dan nodig? Ja, dat is een goede vraag, maar daar heb ik het antwoord nog niet direct op. Ik moet zeggen, dat kan volgend jaar terug. Ja, dus ja, hoeveel vierkante meter heeft een mens nodig? Hè? Op jaarbasis moeten we natuurlijk dan praten. Hè? Ja, als je moet ook de winter nog door. Ja, daar zou je even een rekenpartijtje van moeten. Want hoeveel neem je tot je, wat eet je? En dat soort berekenen zijn er natuurlijk. Maar ik zou het zo niet gelijk kunnen zeggen. Nee, maar ik denk wel dat je met... Nee, ik doe geen uitspraak. Nee, nou... als ik zeg 20 vierkante meter, nee. Goed, dat gaan we nog een keer uitdrukken. Ik geef je helemaal achterin boven in de zaal. Ja, vierkante kilometer, 400 mensen. Ja, maar ik zou denk dat uit kunnen? Of? Nee, ik denk dat je zo niet kunt rekenen. Want het punt is natuurlijk, als je naar de... Ik heb daar geen plaatje van, maar je hebt de zogenaamde Global Trade Relations. Als je dus ziet wat er allemaal aan import en export plaatsvindt, hè, maar ook import... dan zou ik daar denk ik niet dat je zo kunt zeggen, nou als er 400 mensen op een vierkante kilometer wonen, dat is natuurlijk ook een gemiddelde waar de steden bij in zitten, dan kun je dus met, hè? Ja dat is waar. Gemiddeld voor Nederland dan, is dat. Maar Nederland is natuurlijk maar is deels zwaar exporterend, hè, aan melk en vleesproducten, maar deels natuurlijk ook importerend. Zou het zelfvoorzienend kunnen zijn? Ja. Zou Nederland zelfvoorzienend kunnen zijn? Ja. Daar zijn schattingen van dat kan. Maar volgens mij niet met het huidige dieet. Ik heb een collega's die eraan gerekend hebben. Daar zou ik het na moeten kijken. Dat er mogelijkheden zijn. Maar niet zoals we nu vlees eten. Dan moeten we toch veel meer naar een lagere vleesproductie. Consumptie. Dan kun je de som maken. Ja. Ja, maar daar zeg ik dan dit bij. Die vraag natuurlijk die net gesteld is. Hoeveel vierkante meter heb je nodig om in leven te blijven? Dan zeg ik ja. Maar dan praten we over een hoogproductief land met waar onze regenval is gunstig, onze technieken zijn hoog. Maar hetzelfde verhaal kun je natuurlijk in Afrika zo niet houden. Daar heb je veel meer nodig. Hè? Dus maar ik denk inderdaad dat je in Nederland met het aantal miljoenen hectare landbouwgrond, dat is dacht ik 2 miljoen en 13 miljoen, wat is het, 16 miljoen inwoners. Nou ja, 2 miljoen hectare, tel uit. Dat is ongeveer een achtste hectare voor een inwoner. Maar het is een miljoen hectare bouwland en een miljoen hectare grasland. Daar zitten wij ongeveer op. 8 hectare, dus wat is dat? 10.000 vierkante meter delen door 8. Ongeveer 1000 vierkante meter. Oké, dus dat is toch wel aardig. Nou ja, hebben we het toch al gezegd. Aardig tuintje. Nog even hierop inhaken. Ik kom zo bij u. Tijdens het eten zei je dat er een collega van jou uit Wageningen een keer berekend had dat er wel 50 miljard mensen of 150 miljard mensen gevoed kunnen worden op onze planeet. Als je het maar goed en efficiënt inricht. Kun je daar nog iets... Dat is wel heel erg veel natuurlijk. Ja. En waar moeten we dan aan denken? Hoe? Nou, ik weet... Ik noemde dat in Wageningen hadden we dus de... Als je in Wageningen hoogleraren vraagt... Of het algemeen van wat is in de afgelopen 150 jaar de hoogleraar geweest... Waar het meest, nou ja... Met de meeste impact enzovoort... Dan noemen ze de C.T. de Wit. En de man die het gezegd heeft is zijn opvolger... Rabbingen, Rudy Rabbingen. Ja. Hij zat trouwens voor de PvdA in de Eerste Kamer, voor de mensen die nog... En hij was ook universiteitshoogleraar. Daar ben je pas wanneer je toch wel tot een behoorlijke staat van dienst bent gekomen. Ja. Ik weet dat hij dat een keer gezegd heeft. Ik heb dat natuurlijk nooit nagerekend. Maar wat hij volgens mij dan zegt, is zijn ruwe schatting.
zal zijn die crop yield potential. Dus hij gaat gewoon van het landbouwareaal uit. Zegt hier heb ik, zijn ze nog maar op 20%, daar nog op 30, daar op 50. Hij gaat al die gaten opvullen en zoveel is er dan. Dan zegt hij, stel iedereen die eet de aanbevolen hoeveelheid van de World Health Organization. Dus niks geen mensen. En, ja. Nou, dan komt hij gewoon dat, met dat sommetje te delen op die 50 miljard. Maar daar zit, ja, dat zijn natuurlijk hele ruwe sigarendoosberekeningen die hij zo gedaan heeft. En daar zal zeker ook in zitten dat je een beetje dat verhaal, dat laatste dieetverhaal. Van je hebt al enorme winst als je van overmatig eten naar een aanbevolen hoeveelheid gaat. En dat zal in zijn berekening met die 50 miljard er ook bij in zitten. Okay. Maar dat stemt eigenlijk enigszins gerust, toch? Voor de toekomst. Ja, nou ja. Mag ik dat niet zo interpreteren? Ik zou dan nog zeggen van als je... kijk, zijn verhaal gaat natuurlijk uit dan van geen waterlimitatie. Geen nutriëntenlimitatie. Terwijl ik heb wat plaatjes weggelaten, maar de irrigatiemogelijkheden beginnen enorm af te nemen. Klimaatverandering zal die beperkt meegehouden hebben. Ja. En het blijft natuurlijk een feit dat wanneer je de recycling niet enorm toelaat nemen, dat stikstof, dat is het gunstige verhaal van stikstof. Kijk, het is wel een milieuprobleem, maar je kunt onbeperkt het uit de lucht blijven binden. Het is alleen, je bindt het, het komt in dat terecht, dan komt het als ammoniak. Hè? Maar fosfaat, ja, dat raakt een keer op. Ja. Dus een collega van me, Oenema, die heeft voor de Europese Commissie een studie moeten doen. Hoeveel fosfaat zullen wij nog gaan innemen in het jaar 2080? Ik zou het stuk te vragen, wat gaat de Europese Commissie al stellen? Nou, één ding is duidelijk, het zal zonder meer minder zijn dan dat we nu doen. En fosfaat hebben wij nodig voor onze energie. Hè? Je hebt, als je energie, dat heet ATP, dat is ATP. Trifosfaat. Die TP staat voor trifosfaat. Ja. Dus onze energie is enorm fosfaat. Dus volgens mij moet je zeggen, het zal wel kunnen, maar als je niet zorgt dat je die kringloop zoveel mogelijk sluit, dan blijf je die grond uitputten. Ja. En dan komt dat limits to grows verhaal, al duurt het geen 100, toch een keer in zicht. Ja. Ja. Dus daarom denk ik dat, dat wat de Europese Commissie doet, dat heet alle... Momenteel zijn er heel veel onderzoekscalls en die richten zich op wat ze noemen circular economy. Hè? De kringloop moet gesloten worden. Of green economy, de groene economie. Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is. En daar moeten we heen. Linksom of rechtsom. Ik bedoel, niet morgen dan overmorgen en liefst vandaag. Ja. Helder. Ja, we gaan even door. Ja. Ja. Ja, meneer is veehouder, heeft vroeger een mestoverschot gehad. De regelgeving is heel streng geworden. U mag minder mest gebruiken, maar eigenlijk te weinig. Want u heeft het gevoel dat als u net iets meer mest mag gebruiken, dat u dan efficiënter het bedrijf kunt voeren. Weet jij daar, komt dat? Ik snap uw gevoelen, maar het is wel zo, een paar dingen moeten erbij aangetekend worden. Laatst moest ik opponeren bij een man die... Duizend, die werkt bij het vroegere bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek, Oosterbeek. Dus nu, die deden overal bij de boeren, zoals u weet, grondonderzoek en dan keken ze. Nou, alle boeren waren bevreesd, want die zeiden ja, die mestwetgeving wordt zo streng. We gaan op deze manier gewoon fosfaatgebrek krijgen. En wat blijkt, en dat was een van mijn vragen, dat had je van tevoren wel kunnen bedenken. Daar had je niet eens hoeven te meten. Ik kom er zo op terug. Het zakte niet, het stijgt nog steeds de fosfaatvoorraad. Want u moet zich zo voorstellen, we hebben tijden gehad, een gewas dat is zal maar zeggen 60 kilo nodig, even een voorbeeld. Men gaf 150, nou dat is 90 te veel. En aan de onderkant, let u op, hè, hoeft maar 1 kilo eruit te spoelen in het oppervlaktewater te komen en we beginnen al die problemen van eutrofiering te krijgen. 1 kilo. Dus gewoon, de norm is geloof ik 0,15 milligram fosfaat per liter. Als je dat 300 millimeter water, hè, wat, dan praat maar over een halve kilo. Nou, die 90 is nu aan het zakken naar, u hebt gelijk, is enorm gezakt, naar 20. Maar ja, als je 20 geeft, dan gaat de kilo uit, kom er nog steeds bij. Dus wat de boeren bevreesd voor waren, we zien onze fosfaatvruchtbaarheid zakken, dat was niet zo, die steeg nog steeds een beetje. En die is eigenlijk zo hoog, dat je vrijwel met evenwicht, hè, geeft net zoveel als het gewas, je toe kunt. Ik denk, ik had een goede vriend, hij is helaas boer,
Die zei, we hadden altijd het gevoel, we geven nog een, ja, gewoon nog een klein beetje extra. En dat geeft nog even die extra winst. Maar dat is toch een deel zijn gevoel waarschijnlijk. Ik had echt een vriend, die was een boer. Die zat er gewoon ingebakken. We nog even, dan zie je het gras ook wat groener, zei hij. Dat is altijd, hè. Ja, maar het is niet nodig. Ja, dat voelde hij ook anders. Want we hadden een discussie met elkaar erover. De boerenintuïtie. Want dit soort regelgeving houdt dat rekening met weersverschillen? Mag je dan als het droog is bijvoorbeeld meer of minder erop doen? Of is dat gewoon één maat en dan... Okay. Nee, er wordt in principe wordt met die regelgeving wordt gezegd van we laten vooral de fosfaatnormering, dat overschot moet zoveel mogelijk naar de situatie toe van wat we noemen evenwichtsbelasting. Ja. En de redenering is, alles wat je meegeeft, dat bouwt zich toch in de grond op. En in wijze is het zo dat als je de fosfaattoestand van Nederlandse gronden vergelijkt, ik wil eens een rekensommetje voor heel de wereld maken, wat zit er in fosfaatmijnen? Stel, we gooien het over de hele wereld uit, hè, en hoe hoog kunnen we hem erop? Oh, hè. Mm-hmm. Maar dan zie je gewoon dat de Nederlandse fosfaatbeschikbaarheid doorsnee zodanig hoog zit, gemiddeld, dat je ja, in feite, en dat is ook een evenwicht, hè. Fosfaat is een echte buffer. Als die plant het onttrekt, dan gaat die gelijk aanleveren vanuit de grond. Hè. Dus dat noem je een buffer. Hè. Als je er iets bij doet, dan gaat het die kant op. Trek je het eruit, dan gaat het die kant op. Met stikstof is dat iets minder. Mm. Dus wat dat betreft verwacht ik nauwelijks dat je bij fosfaat dat soort problemen zou moeten krijgen. Oké. Okay. Ja. We gaan even verder. Jij zat ook al een tijdje. Echt, het gaat over de bio. 10% biobrandstof komt overeen met de hele wereld voedselproductie. Hoe komt dat precies? En is misschien met de overschotten in China, de mestoverschotten, daar iets aan te doen? Dat efficiënter te maken? Hoe zie jij dit probleem? Laat ik in stukjes proberen te hakken. Kijk. Eerste punt is gewoon dat je zegt van we hebben een wereld energievraag. He, dat is zoveel. Stel 10% komt uit bioethanol. He, wat moet er dan allemaal graan geproduceerd worden en noem maar op. Nou, dan blijkt, dan kun je het hele landbouw van de wereld ermee volzetten. He. Als je dan vraagt welke oplossing is er nou, dan denk ik er is een World Energy Assessment gedaan. En als je dan kijkt naar de verschillende bronnen, water, wind, zon en biobrandstoffen. Dan staat hier de zon, dan komt er een hele tijd niks en dan komt er nog ergens water en wind en de rest. Als wij 1% van de zonne-energie kunnen opvangen, dan is heel de wereld van energie voorzien. Dus ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat zonne-energie dé weg is waar het naartoe moet gaan. Ik vind het ook opvallend, laatst was ik in Duitsland met vakantie vorig jaar. Je rijdt in Duitsland maar op elke boerderij, schuur, je kunt het niet voorstellen, is plat met de zonnepanelen. Nou, daar hebben wij niks van. En het is momenteel het meest welvarende land van Europa. Dus je kunt moeilijk zeggen, van als je daar een hoop in investeert. Hè? Dus ik denk zelf dat je die kant op moet. Dat je dan nog met mestvergisting en om al die dingen ook natuurlijk energie kunt leveren. Prima. Dat zit in die recycling ook, hè, van mest. Dat je de mest weer terugbrengt tot kunstmest. Die gestaat noemen ze dan, dan kun je opvangers kunstmest gebruiken. Dus dat zijn allemaal additionele dingen. Maar volgens mij is de zonne-energie de grote klapper. En wat dat betreft gebeurt er in Wageningen volgens mij ook interessant onderzoek. Correct me if I'm wrong, er wordt gekeken naar kunstmatige fotosynthese. Hè? Dus eigenlijk dus niet een cel bouwen met elektronica, maar kijken wat doet een plant, hoe zet die zonlicht om in verrijkte moleculen, zeg maar. Hoe gaat het, even heel kort hoor, hoe gaat het daarmee? Met daar heb ik wel iets van gehoord, maar dat zou ik niet durven zeggen. Okay. Nee, maar dat heb ik. Wordt misschien wel toe. Nog een hoop vingers zie ik. Meneer. Ja. De ideale landbouw, stel dat die bereikt wordt, wat heeft dat voor invloed op de landbouweconomie? Nou, u stelt een moeilijke vraag. Nou, kijk, ik heb aangegeven toen destijds professor Dijkhuizen, hè, dus vandaag zei, er is de ideale landbouw is alleen maar intensief. Hè. Toen was mijn reactie van ja, luister eens, dat is maar deels waar. Deels ben ik ervan overtuigd dat je intensieve landbouw zal moeten hebben om de wereldbevolking te voeden. He, want die hoge producties, ik liet ook zelfs voorbeelden van China zien, waar juist plekken waar de kennis geconcentreerd staat, die concentrated, beter deden dan die traditionele. Maar dat betekent voor mij dat het begrip ideale landbouw is toch iets wat je moet zien per situatie. Kijk, in Nederland kunnen we, als we heel de wereld biologische landbouw zouden gaan doen,
dan ben ik het mee eens dat je de wereldbevolking niet zal kunnen voeden. Hoewel, let op, de productie van biologische landbouw zit vaak op 80% van de traditionele. Maar één ding wordt vergeten, er wordt dan vaak wel geen kunstmest gebruikt, maar wel dierlijke mest. En die dierlijke mest moet ook ergens vandaan komen. Als die beesten niet uiteindelijk via kunstmest, want dat is dan vaak, krijgen ze via kunstmest granen, dan gaat die dierlijke mest naar de biologische landbouw. Dus wat ik eigenlijk zelf denk, is dat je per situatie moet kijken wat het ideale systeem is. Maar wij hebben voor Nederland al wel onderzocht dat die boeren die zich beter op hun kringloop concentreren, die dus grondstoffen uitsparen, want als je de kringloop sluit, hou je in principe geld in je zak, omdat je minder kunstmest gebruikt, dat ze uiteindelijk een iets hoger inkomen hadden. Ik zeg erbij, ze moesten er harder voor werken. Want als ze dus het per uur bekeken, waren ze slechter uit. Maar hun plezier in het werk was zodanig groot. Ja, dat is bij zelf met z'n allen ook. Als je het net ziet als een kruisdorpuzzel oplossen. Als je het leuk vindt, dan tellen die uren niet zo erg. Dus ik denk niet dat je kunt zeggen van dit is het ideaal of dat is het ideaal. Je zult het per plek moeten bekijken. Maar we moeten proberen om die efficiënties te verhogen. En gaat in Afrika anders dan in Nederland. Als laatste nog, als je op plekken ziet, als continu zien gaan de consultancy bijvoorbeeld in Afrika, die zeggen ja, er moet daar kunstmest heen. Maar ja, ik ben laatst in Oeganda geweest, daar zijn nog fatsoenlijke wegen. Maar mijn zoon zat in Tanzania. Ja, dan kom je plekken daar onmogelijk. Dan moeten ze met die agroforestry aan de gang. Bomen die stikstof binden, die kun je er neerzetten. En dus er is geen ideaal op één plek. Ik herhaal het even. Meneer zegt dat in Nederland wordt al relatief weinig vlees gegeten ten opzichte van ons, van de Belgen, om even iets te noemen. En zeker ten opzichte van Amerikanen en Mexicanen. En dus bij ons valt er al wat minder winst te behalen. Maar er moet gewoon een mentaliteitsverandering plaatsvinden bij dat soort landen en mensen. Ja, maar hoe gaan we dat doen? Ja, wij zeggen ook vaak, als we gaan iemand komt eten, tenminste mijn vrouw zegt tegen mij dan, we eten vandaag bloemkool. Of wat ook, hè. Mijn vrouw noemt de groente. Ja. Maar in die landen noemen ze het vlees. Ja. Ja. Nou, in een restaurant ook, en bestel je vlees. Dan moet je bijbetalen om groente erbij te krijgen. Ja. Dus dat hier al relatief, ik noemde ten opzichte van Amerika half, is natuurlijk al een heel gunstige zaak. Maar dat betekent nog niet dat als je gewoon kijkt, en ook vleesconsumptie normaal gesproken, als dieren op gebieden rondlopen, grazen, waar je helemaal geen landbouw op kunt plegen. Of in Nederland heb je een deel van het grasland op veengronden waar je uiteindelijk alleen maar gras kunt hebben. Dan zeg je, dat is natuurlijk een geweldige vorm van voedselproductie. Moet er wel heel nuchter zijn. Er zijn plekken waar je eigenlijk uitstekend dieren kunt houden en nauwelijks landbouw kunt hebben. Alleen de zaak is wereldwijd gewoon uit de hand aan het lopen. En dat is reden, kijken we eerst naar ons zelf. Maar er zijn mensen die nog, vooral Mexico, dat is het allerergste. Of ze op 140 kilo per persoon zitten. Goeie help. Dat moet toch echt terug. Pim, we moeten gaan afronden, want het is tijd. Jij zei, dat vond ik heel intrigerend, dat er een aantal Chinese hoogleraren ook op de Wageningen Universiteit rondlopen. Dat lijkt mij essentieel, want als je naar de plaatjes kijkt en goed naar jouw verhaal geluisterd, zie je iedere keer in China, India, zie je toch zo'n rode of groene vlek tevoorschijn komen. Valt daar niet? Kijk, je kunt natuurlijk met high-tech landbouw in Nederland nog net wat efficiënter gaan produceren. Maar moet er niet een enorme dependance van de Wageningen Universiteit in China en India geopend gaan worden? Want daar is volgens mij de echte grootste slag te halen wat milieu betreft. Ik heb er nog misschien wel één interessant punt over te geven. Ja, graag. Ik heb met hen gesproken. Het viel mij op in de gesprekken dat voor het eerst heel voorzichtig, ook wel eens kritiek op het regime naar voren komt. En zonder de naam van Mao Zedong te noemen, want dat is natuurlijk helemaal. Maar elke Chinees, hij zei yes, but in the past, kom erop neer, zit er bij de boeren, bij de mensen, een enorm gevoel van, als je niet genoeg geeft, dan ontstaat er honger. En dan moeten we gewoon denken, kijkt u maar naar de demografische onder Mao Zedong, toen zijn er 150 miljard mensen. Hè? Dan praten we over 4 keer zoveel als onze Adolf Hitler. Vreselijk. Dus die mensen hebben het gevoel, dat zit tussen de oren, we moeten meer geven voor meer productie. Ja. Hij noemde die naam niet, maar het is verhaal. En er is een artikel gepubliceerd van een van die hoogleraren. Gewoon, en dat laat zien dat ze zo over de top zitten, dat als je hier nou de stikstofproductie hebt, dan heb je de opbrengst en ze zitten gewoon hier.
Dus het is niet op het. Ze zijn over. Dus de schatting is, als ze 25% minder geven, gaat de opbrengst omhoog. Ja. En de milieuproblemen massief terug. Zo. Ja. Dus wat daar moet gaan gebeuren, is één grote. En dat weten deze mensen, ze hebben het zelf gepubliceerd. Mm-hmm. En een van hen heeft ook een grote naam. Maar de moeilijkheid natuurlijk in China is, we praten daar over. Nou ja, we praten over 100, 200, 300 miljoen kleine boertjes. Het is niet even zo. Dus. En dat zit tussen die mensen der oren. Dus daar moet echt via onderwijs. En dat zal er bij de Chinezen ook zelf vandaan moeten komen. Want ze beseffen dit wel. Ja. Dus daar is een hele hoop missiewerk te verrichten. Goed zo. Ja. Wim, mag ik jou heel hartelijk danken voor deze zeer inzichtelijke avond. Dankjewel. Ja, graag gedaan.